Hoi en welkom bij Industrieel Klimmen. Ik ben Stefan en vandaag hebben wij voor jullie de al lang geleden beloofde video van de vergelijking tussen de CMC Clutch en de Petzl Maestro. De clutch hebben we in een eerdere video al uitgebreid bekeken en die kan je hier ook nog even terugkijken. De Maestro heeft alleen een eerste blik gehad en we beginnen de video dus door met even wat meer in meer detail naar de Maestro te kijken. Ben je nou alleen geïnteresseerd in de praktijkvergelijking zoals die hier al is opgesteld, dan vind je in de beschrijving het tijdspunt waarna je kan doorklikken in de video. We beginnen even aan de achterzijde, waar allerlei informatie te vinden is. Om te beginnen met de normeringen waar de Maestro aan voldoet. De eerste is de 12.841 norm voor afdaalapparaten. En als zodanig is die te gebruiken met een touw in een diameter van 10,5 tot 11,5 mm. En een maximaal gewicht van 250 kilogram. Dan voldoet de Maestro ook aan de EN341 norm voor reddings- en evacuatieapparaten. Waarbij de veiligheid en functionaliteit is gegarandeerd tot een maximum van 2 personen en 200 meter. Dit is dan de Maestro S. Er bestaat ook een grotere maat, de Maestro L. Die voldoet aan dezelfde normen, maar is te gebruiken met touw in een diameter van 12,5 tot 13 mm en een maximaal gewicht van 280 kilogram. En verder hieronder zien we dat het extra oog genormeerd is voor een belasting van 11 kN. Dan is de hendel nog even noemenswaardig. Die schiet vanzelf terug naar de parkeerstand als je hem loslaat. Dus minder kans dat de hendel ergens achter blijft hangen en er een ongewilde actie plaatsvindt. En aan de voorkant te zien zit er ook een klein extra oogje aan het einde van de hendel. Om de hendel met behulp van een dun touwtje van een afstand te kunnen bedienen. Nou, op de weegschaal bleef de teller bij ons hangen op 1089 gram. Dan kijken we even verder naar de voorzijde. De sleuven die je hier ziet en overigens ook aan de achterzijde dienen om overtollige warmte zo goed mogelijk af te voeren. En de Maestro heeft aan de voorzijde ook een extra omlooppunt om te helpen bij het laten afdalen van extra zware lasten. Om vervolgens de Maestro te openen schuif je gewoon de voorplaat aan de kant. Omdat in principe in het oog aan de bovenzijde je primaire carabiner zit, kan je de Maestro dus niet openen terwijl deze ingebouwd is in een systeem. Het controlewiel aan de binnenkant telt ook 36 kliks, net als bij de clutch. En je ziet hier ook het blokkeermechanisme wat op een veer werkt. Als we dichterbij kijken bij het controlewiel, dan zien we ook hier de facetvlakken die helpen om overmatige opbouw van warmte te voorkomen. Tot zover de Maestro. Dan pakken we even de clutch erbij. En dan gaan we weer terug naar de testopstelling om te laten zien hoe beide apparaten in de praktijk functioneren. Tot zover de gedetailleerde blik op de Maestro. Zijn we hier weer terug in de hal bij de testopstellingen. Simpele opstelling waarbij zowel de clutch als de Maestro een last aanscherpen hangen om even te kunnen demonstreren hoe het hijsen, maar vooral ook hoe het laten zakken weer werkt. Bij de clutch zie je, kan ik vrij makkelijk met één hand de last optillen. Voordeel van het grote pulleywiel, wat ook de Maestro heeft. Ik gebruik even twee handen, want die last die eraan hangt is twee keer zo zwaar. Het echte verschil tussen beide apparaten zie je pas wanneer je de last wil gaan laten zakken. Hier bij de clutch moet ik daarvoor de hendel omhoog duwen. Waar ik bij de Maestro de hendel omlaag kan trekken. Wil ik ook nog van een afstandje mijn apparaat kunnen bedienen, dan kan ik bij de Maestro nog door de hendel een smal touwtje halen, zodat ik daarvan op afstand aan kan trekken. En bij de clutch is dat niet mogelijk. Ik heb de opstelling even omgebouwd naar een andere situatie. Door het formaat en het gewicht van deze twee apparaten zal je ze niet snel gebruiken als persoonlijk afdaalapparaat. Maar ze zijn er wel voor gecertificeerd. En er zijn uiteraard situaties denkbaar dat je ze op deze manier gaat inzetten. Nou, in deze situatie is de clutch juist weer in het voordeel ten opzichte van de vorige situatie. Omdat ik hier bij het afdalen gewoon de hendel naar beneden kan bewegen. Zoals een klassiek afdaalapparaat. Bij de Maestro echter moet ik nu opeens de hendel van me afduwen. Wat het natuurlijk wat vervelender maakt en wat minder makkelijk controleerbaar. Beide apparaten hebben dus zo hun voor- en nadelen. Maar wat ze juist zo leuk maakt zijn de nieuwe mogelijkheden die ze openen. De opstellingen die ze juist zag waren vrij makkelijk om voor de film wat verschillen te laten zien tussen beide apparaten. Maar ongetwijfeld zien jullie een hele hoop andere mogelijkheden.
Nou, zou je dat soort mogelijkheden nou willen uittesten? Wat je voor je ziet, kom dan langs bij ons in het testcentrum. Vond je dit een interessante video? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en volg ons ook op andere social media. Heb je vragen? Neem alsjeblieft contact met ons op. En voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!